Hallo en welkom bij Pauls Model Train Stuff. Een tijdje terug ben ik op een beurs geweest in Tilburg met het 180 jaar bestaan van treinen in Nederland. En daar heb ik deze Vira op de kop weten te tikken. Het is een Pico Vira model. Ze hebben er ook zo uitgezien. Nadat de Italiaanse treinen niet helemaal bleken te werken op het Nederlandse spoor, heeft de NS een heleboel trax-locomotieven gehuurd, aangeschaft of een vorm daarvan. En enkele daarvan hebben zij ook in het Vira logo laten rijden. Trouwens niet helemaal waar wat ik nu zei, want ook voordat de V2000 of V250, sorry, de V250's er waren, reden er al trax-locomotieven met ICR-materieel. In feite waren dat de beste treinstellen die ze nog over hadden van de ICR uit de jaren 80, die ze opgeknapt hebben om op de hoogste snelheidslijn te laten rijden. En na de debacle van de V250 heeft de NS besloten om dat uit te breiden. En op dit moment rijdt de Intercity direct en de Intercity naar Brussel. Als ook de Intercity Eindhoven-Den Haag. Met trax-locomotieven en daaraan vast een boel ICR-materiaal. En aan het einde weer een trax-locomotief voor dubbeltractie. Omdat ze de koprijtuigen niet goed ermee konden laten communiceren. Deze locomotieven rijden nog steeds, maar inmiddels zijn ze in geel-blauw NS-kleuren. En dit is dus in feite een nog niet overgeschilderd exemplaar. Deze trax is van Pico en hoort bij het setje van treinen wat, laten we zeggen, apart is. Zoals ik ook een heleboel lease en tijdelijk intercity materieel heb. Waarmee je samen met wat 16, 18 of 1700 de treinen kunt maken. Die ze gebruikt hebben voor materieeltekorten. Nou, als je hier dus nog wat intercity materieel achteraan hangt en nog een trax, dan heb je dus een set Vira van de NS. Kun je daarmee laten rijden. Als het goed is, zou er hier een schroef moeten zitten. Maar ik moet zeggen dat het er erg leeg uitziet. Maar als er geen schroef zit, dan zou deze kap er zo los af moeten vallen. Dus ik ben benieuwd. Want ik verwacht dat deze digitaal voorbereid is, maar niet voorzien van een decoder. Zit hier nog een schroef? Ik heb echt het idee dat hier geen schroef zit. Ik ga eens even kijken hoe deze open gaat. Oké, dit is echt een gevalletje wil niet. Er zit in deze geen schroef, dat had ik goed gezien. Die ga ik dadelijk even eentje opzoeken. Hij wilde absoluut niet los. Totdat ik twee stokjes, die ik nu al aan het opruimen ben, hier aan de zijkant had gezet. En ik heb hem hier bij de buffers gepakt en ineens schoot hij los. Heel bijzonder. Zo stroef heb ik ze nog niet eerder meegemaakt. Nou, wat ik wilde doen is een decoder hierin zetten. En wat ik zie is, hij is natuurlijk digitaal voorbereid. Hij heeft een boel, een boel draden, meer dan ik had verwacht. Oh, en ik zie ook dat hier het een en ander niet helemaal op zijn plek zit. Misschien dat hij daarom zo stroef zat. Want
De verlichting aan één kant zat los ervoor. De decoder zoeken, even wat dingen aansluiten, zodat ik hem kan testen. Dat ga ik doen. En ik zou natuurlijk het filmpje terug kunnen kijken waarin ik dat allemaal uitgevonden heb. Maar ik lees hem even uit. En ik wissel dadelijk dat hij op normaal spoor staat. En ik ga eventjes gewoon een stukje rijden, kijken wat hij doet. Oké. Hij rijdt heen en terug, alleen er is iets vreemds met de verlichting. Maar dat zou dus het programmeerwerk kunnen zijn. En dat doet wel een belletje rinkelen met die postbank 1800. Dus even kijken of ik hem in die stand kan krijgen en of ik dat kan fixen. Helaas zit dit dus op een laptop hiernaast buiten beeld. Dus ik kan hem niet hier makkelijk neerleggen. Ik ga wel programmeren op main track, want ik heb dit nu geconfigureerd als main track. Ik heb nu de verlichting. Eens kijken. Hey, de verlichting doet het nu gewoon goed. Dat is ook bijzonder, de verlichting doet het nu gewoon goed. Nou, dan hoef ik er niks aan te doen. Verlichting hier is rood. Nee, hier is rood, daar is wit. Is dat in, het is hier een beetje te zien. Oh. Ik probeer mee te kijken, maar dat is best lastig. Ja, dat is wel een beetje te zien. Nou, hier hebben ze een mooi plekje in voor de decoder gepland, zo te zien. Kap kan erop. Ik wil er nog wel een keertje fine-tunen, beter afstellen. En kijken wat er nou kan met dit. Ik heb het idee dat deze... Dit plaatje hier, dat ik hier veel meer grappige dingen mee kan. Maar dat moet ik in de handleiding kijken. En ik ben een man en dat is lezen. En daar weet ik nog niet of ik dat ga doen. Tot zover was dit Pulse Model Train Stuff met de Vira. Die onmogelijk moeilijk open te krijgen is. Ik ga nog een schroef zoeken, zodat ik hem beter dicht kan doen. Want ik verwacht dat hij steeds makkelijker open zal gaan. Wel goed om te weten is... Hier zitten de plekken waarbij die in de kap grijpt. Op deze plek, niet hier waar je zou verwachten. Dus dat komt neer op beide wielen, draaistellen. Daar moet je je tandenstoker steken. Dan zou die open moeten gaan. Tot zover. Bedankt voor het kijken en tot een volgende keer. En wat een gevecht om dat ding dicht te krijgen. Het heeft duidelijk te maken met deze buffers hier.